Amsterdam gaat deelfietsen verwijderen. Zo kopte de gemeente in een persbericht gisteravond. De duizenden thuisbasisloze fietsen staan op de openbare weg, waar ze via een app gehuurd kunnen worden. En dat mag niet. Twee dagen geleden kwam ik hier, lagen ze allemaal op de grond. Dat is niet zo netjes natuurlijk. En nu staan ze hier ook. En nu is maar wachten tot iemand ze gebruikt. Dan zou ik inderdaad zeggen, dan moet je net als een Albert Heijn een winkel zijn waar je producten verkoopt. Ik bedoel, de markt moet ook gewoon stallingplaatsen betalen. Flickbike, één van de drie grote aanbieders van de deelfietsen, ziet het zo. Wij zien het als een handrem op een succesvol initiatief wat iets te snel te groot is geworden. Met name door andere partijen die veel te veel fietsen hebben neergeplant. Flickbike heeft er 1000 in de stad, Donkey Republic honderden, maar de echte reus lijkt O-Bike. Die willen niet zeggen hoeveel fietsen ze hebben, maar het verschil in fietsdichtheid op de apps is duidelijk. O-Bike wil niet voor camera reageren, maar laat weten graag in gesprek te willen met de gemeente. Net als Flickbike. Als er overlast is, dan wordt er ingegrepen. Punt. Wij zouden het zelf ook doen. Sterker nog, zelf kunnen wij natuurlijk niet ingrijpen bij wat andere partijen aan het doen zijn. En de gemeente is eigenlijk de enige organisatie die dat wel kan doen. Dus wij juichen dit alleen maar toe. Waarom de fietsverhuurders zo ontspannen reageren op het verwijderd dreigement wordt duidelijk na wat doorlezen en navraag. De gemeente staat namelijk open voor een deelfietssysteem. Het verwijderen begint bovendien pas in het najaar en dan alleen als de overlast blijft en de Amsterdammers de fietsen links laten liggen. En wat dat laatste betreft is er hoop voor de verhuurbedrijven. Nou, stel dat je niet over een fiets beschikt, is dit toch het mooiste wat er is, even via een appie. Betaalt er een bedragje, pak een fiets, je bent zo overal door de stad. Straks hebben we allemaal zulke fietsen op straat, is toch beter of niet? Ja, denkt u? Ja, te gek man, met mijn telefoon, piep, open die shit.